Hey mensen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van My Time at Porsche. En Adolf had in de vorige aflevering niet zo heel... Hij heeft hard gewerkt, maar weinig werk geleverd, laten we het zo zeggen. Dat is een beetje jammer. Waarom? Normaal kun je toch rennen? Ja, zo. Oké. Dus we gaan verder waar we gebleven waren. En een Weld Cocoon is nog steeds hard to find. Marble weet nog steeds niet hoe ik eraan kom. En hoe ik die brug af ga maken, dat... Oh, kijk, zo. Aha! Ik heb weer wat ontdekt. Maar we hebben echt old parts nodig en dan kunnen we dit gewoon afmaken. Dan kunnen we een grinder maken en wat we daarmee kunnen doen is nog niet zeker, maar ik denk dat dat de oplossing is. Maar we moeten uiteindelijk wel copper blades maken. Oh, dat huppelen, dat ziet er heel raar uit. En ja, hoe gaan we daar aan komen? Ik vind hier helemaal niks. Wat is dit nou? Ik vind dat echt niet leuk. Je wilt toch wat wil geld verdienen, helemaal gemotiveerd en niks werkt mee. Adolfo is heel kwaad. Maar is dit niet zo'n scanner voor juist speciale dingen? Oh, kijk! Oh! Let's go! Ja, hier zit iets. Ja. Yeah! Nog een klein stukje door. Yeah. Very nice. Oké, nou wordt het wat leuker. Gewoon in-game ESP. Kijk eens aan. Eyeglass. Alles aan de hand. We hebben nog genoeg inventory space. Weet ik niet. Ja, ik kan nog twee dingen verzamelen. Maar dan gaan we niet meer in dit gat doen, denk ik. Even, ga eens omhoog. Adolfo, even luisteren naar me. Je moet echt gaan graven om wat interessants te vinden, denk ik. Kijk, zie je, kijk. Oh, nou is het chill. Let's go. Beetje naar beneden nog. Een porseleinen waterholder. Nou jongens, mijn dag is compleet. Een small engine, nice. Daar hebben we wat aan, denk ik, uiteindelijk wel een keer. Hè? Nice. Deze is ook wel dichtbij. Nog even een stukje door. En nou graaf je met een doel. Dat is wat leuker dan dat je gewoon doelloos bezig bent. Gimme. Een oude thermoscan. Is het allemaal geld waard, of niet? We hebben geldnood. We zijn bijna failliet. Dus ja. You're that new person. Yeah. You inherited that workshop outside of town, right? Yes. Sorry. Where are my manners? I'm Sonia. Hi, Sonia. I enjoy recommending different dishes each season. Nice, Sonia. Hey. Nee, Sonia, laat me met rust. Dus misschien dat ik nog even door mijn tot ik nog eens een datadisk heb. En dan gaan we terug naar de Research Center. Toen heb ik in ieder geval één reden om daar naartoe te gaan. Ja, Lee, jou vertrouw ik niet meer. Met jou praat ik nooit meer. Lul. Ik
Ik vraag me af, als ik missies niet afkrijg, heb ik dan ook gelijk een slechte reputatie? Die is ook wel vrij dichtbij. Dat is wel leuk, dan ben je bezig en denk je, oh, deze is wel dichtbij. Ah, maar deze, dan heb je die uit, ga daar naar graven en uiteindelijk denk je, oh, dat is ook wel dichtbij. Kijk, daar zijn we al. Zo, dat is groot. Wat is dat nou? Wat is dat? Weird glass jar piece. Nice, nice, nice. We kunnen nou in ieder geval even naar de research center. So let's do it. Dan gaan we even mijn disc inleveren. Ik ben benieuwd wat ik ervoor krijg. Ze zijn dicht. Jezus, ik dacht dat researchers altijd gewoon dagenlang uren maken en maar nee hoor. Maar ik kan nog niet zomaar naar bed, jongens. Ik moet nog, ik heb hartstikke veel stamina wat ik nog moet verbruiken. Wat? Wat? Ja, verdomme. We hebben post. Van de town hall. Oh, daar is ook een klok. Oké, nou, we gaan maar naar de meeting dan vanavond. We gaan toch echt mijnen, want we moeten gewoon dat ding hebben. Dan kunnen we moeilijk een... moeilijk over doen, maar we just need it. Ik denk dat het verstandig is als we nu gewoon focussen op gatheren. En daarna naar de social gaan. Dat vechten, ik geloof niet dat dat echt boeiend is. Oh, iets omhoog. Oh, die moeten we hebben. Yes! Oké. Okay. Nice. Dan kunnen we nu naar de research center en dan kunnen we even wat gaan doen. Hey Arlo. Hey. Hey. Oké, let's go. Ik was alweer vergeten dat we naar de research center gingen. Die was dicht natuurlijk. Mijn hersenen zeiden al van ja, daar ben je al geweest, maar klopt ook wel, maar hè? Niet helemaal, zeg maar. We hebben niet gedaan waar we voor kwamen, dus dat gaan we nu even doen. Let's go, want we hadden ook nog die speciale dingetjes. Crystals. Dus we vragen wat we daarmee konden doen. So, let's go. Ik heb wel mijn neus, heel vervelend. Petra! What did you bring me this time? Ah, this must be a piece of a relic. You can use our recovery machine in the research center to restore it to its original shape. It'll take data disks, but it should be pretty fast. Have fun. Oh. Hoe dan? Dit. Ja, maar dan moet ik wel eerst compleet zijn, denk ik. Hello. Ik wil ze eerst eigenlijk gewoon even inleveren. Hi. Did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. Maar gewoon even zo. That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, the data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Nice. Is it? Oh, zo kun je zien hoeveel. Oh, wat nice. En dan is het daadwerkelijk wat geld waard waarschijnlijk. Ik vind dit leuk. Goed bezig. Maar we gingen nu naar de workshop. Want we moeten wat afmaken. Zullen we maar even diegene ontmoeten hier? Hebben we dat maar weer gehad. Dr. Shu. Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to. Oké. Ook weer gedaan.
verplichte sociale conversaties allemaal door de mayor, hè? Jammer weer. Oh. Zo. Nu wat stone. Oh, een grinding stone. Nou, die old parts doen we er maar gelijk even op. Oh, die hebben we ook. Tuurlijk hebben we die. Zo. Grinding stone, hatskede. Yes, yes! We hebben hem! Mooi. Zo, netjes ernaast. We hebben zo'n mooi werkhoekje hier zo. Het is toch leuk? Twee power stones. Oké, dan. Deze hadden we nodig. Maar deze hadden we twee keer nodig. Voor die andere. Is je daar nou mee bezig? Ja. Yes! We komen ergens, jongens. We komen ergens. Nu wordt leuk. Dan kunnen we deze ook bouwen. Over een kwartiertje is dat steentje klaar. Oh, nou dat gaat wel heel snel hier. Haha, grapje. De minuten gaan hier in seconden. Cool, man. Zo, hatsikidee. Nou, twee van die copper blades. Ja, dat duurt wel even wat langer, maar dat mag ook. Dat mag. Wat gaan we hier namaken? Bronze pipe, marble plank. Dus met de cutter kunnen we dan een marble plank maken. Maar die bronzen pijp kunnen we wel maken, denk ik. Oh, daar is die mee bezig natuurlijk. Kijk, dan moeten we even wat bronzen bars maken. Die is bijna klaar, over een halve minuut. Hé, hey, Piggy! Hoi! Ik wil ook een piggy. Wat cute. Hij is bijna klaar. Dan kunnen we dingen in elkaar snijden. En dan kunnen we alvast een beetje gaan kijken wat we voor die brug kunnen maken. Dat is wel relaxed. Dan hebben we daadwerkelijk dikke money verdiend. Hatsje. Waarom kijk ik dat dan weer niet hier neerzetten? Dat vind ik wel weer jammer. Het is ook wel een leuke werkplek zo, hè? Even kijken, een makkelijk brugonderdeel. Hardwood plank 5 keer. En wat koperen pijp 3 keer. 3 keer een koperen pijp. We kunnen er voor nu even eentje maken. Hebben we dan alweer jammer weer. Oeh, we hebben een missie. A new quest for Emily. Hello. Hallo. Hey neighbor, do you have a minute? I've been meaning to talk to you. Ja, sure. Kom maar op. What's up? What's up? I just got a new craft recipe all the way from Highwind. It's a box that can be used to cultivate crops. People in Highwind have been using it for a while now, and supposedly it's great. Can you build it and test it out for me? If it works as advertised, I'll order a few more off of you. Thank you. Here's the craft recipe. And here are a few seeds to plant. If you want more seeds, nice. You can buy them from my granny's shop. Try growing them to maturity and show me the harvest. Also, I have a tip for you. Using fertilizer will help increase the... Cool. 3 wooden boards. Oh. Alle boompjes zijn een beetje weg. Het is wel jammer dat alle boompjes een beetje weg zijn. Sla is geraak, Adolfo.
Wat is dat nou? Het wordt al donker. Ja, we moeten ook nog naar de meeting, dat moeten we even niet vergeten. Wat zijn dit nou weer? Grote ladybugs. Ja, ik ben het niet vergeten. Maar ik heb wat poep nodig. I need some poop. Nou, dan gaan we maar naar de meeting nu. Dan zijn we te laat. Let's go. Waar was het ook weer? In de townshall, dacht ik, hè? Oh, hier. Let's see. Good evening, everyone. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. Oh. They're dangerous. I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. We all know what a panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. Hey. A builder has already been picked. It's for me. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. What? How come I didn't hear about the bridge? Oh. When was this? Oh, now I finally get to fish there. He's asking for money again. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Adolfo! A warm welcome. Woo! Yeah, it's me. Oh. Hi there. I know who you are. I'm Antoine. We'll see each other a lot. Tee. Ga eens weg. Presley. Had jij nou wat? Oeh, dat was hij. Let's go. Welcome. If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. Nice, thank you, Albert. Hey, we have some marble. Marble. Dat hadden we nodig. Even kijken of we nou genoeg hebben voor nog één plankje erbij. Ik had die ergens voor nodig, maar ik weet het even niet meer. Een bronzen spijk. Ah, voor deze. Nou, we zijn nog hard aan het werken rond de tijdstip. Ik heb voor jullie allemaal niet zeggen. Maar het wordt alweer bijna bedtijd. Voor Adolfo. Nou, alleen nog even die plank. Gaat helemaal goed komen. Morgen is alles klaar. Ik kan dat zo, maar ik wil eigenlijk nu afronden, dan kan ik weer nieuwe dingen erin doen. Dat is eigenlijk het punt, een beetje moment. Ik wil die marble plank er even in doen nog. En dan ga het maar even afsluiten voor deze episode. Nou, schiet eens op. Thank you very much. Marble plank erin. Hoppadee. Nou. Ik denk dat het bedtijd is voor nu. Anders valt hij straks weer random in slaap. Dat moeten we niet hebben. Het wordt een beetje donker in mijn kamer. Even een lampje aan doen. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Dit was weer Adolfo. En ik hoop jullie allemaal weer in de volgende aflevering te zien. Ik heb er goed vertrouwen op dat het allemaal goed gaat komen nu. Dus hey. Mijn ruim is kapot. Opeens. Was het al zo. Wow. Nou ja, mensen. Tot de volgende keer. Doei doei.